Dames en heren, vandaag is eindelijk weer een rustdag. Even lekker zwemmen. Oh, wat fijn dit. Even lekker baantje trekken, hè, grote broer. Want ik ben hier met mijn grote broer. Ja, klopt, man. Ik hoop dat je een beetje aan het genieten bent van baantje trekken. En hoe dat ik aan het genieten ben. Laat ik even uitgaan. Hé, luister. Je moest er even tanken, zei je het laatst tegen mij? Ja, klopt. Ik heb alleen een probleempje. Ik heb op dit moment niet zoveel geld. Dus als je één keer voor mij zou willen voorschieten, dat zou echt heel fijn zijn. Ik betaal je hoe dan ook volgende week terug. Ja, nee, joh, geen probleem. Weet je wat? Dan regelen we het zo en dan komt het goed, man. Weet je, ik ga hem even omkleden. Dan ga ik even voor je tanken. Goed? Ja, dat is helemaal goed, jongen, man. Oké, fijne dag. Nou, in ieder geval, ja, ik dacht, normaal doe ik dat eigenlijk niet voorschieten voor mijn broer. Maar dit keer wel, het is ook familie, snap je. Dus laat het even gewoon doen ook dus. Maar mensen, hebben jullie deze video al geliked? Want anders is er een grote kans dat Pennywise achter jou aankomt en jou komt opeten. Weet je, die hebben dus 3, 2, 1. Heb jij geliked? Dat zou fantastisch zijn. Goed mensen, laat even kijken in onze DM's. Want ik wil toch even weten wat er nou precies aan de hand is. Dus ja, ik heb als goed zo een DM gehad. Dus ik wil even weten, ja, wat het nou is. Dit is trouwens mijn backup account. Maar ik heb dus een DM gehad van Pennywise. En er staat op, hallo Delano. Op dit moment dat je het dat je dit geheime bericht opent, is de game begonnen. Want je gaat 5 opdrachten moeten uitvoeren binnen 1 uur. En als je het voltooid hebt, stuur ik je de volgende. Mocht het je niet lukken om deze opdrachten binnen 1 uur te halen, dan vermoord ik je broer. Is dat duidelijk? En laten we die foto gaan kijken. En wat? Ben je serieus Pennywise met een selfie waar je op staat? Oh my god, wat een gluiperd. Ik heb dat niet eens gezien, man. En dat is raar, want ze zijn een heel groot raam. Nou, ik ben misschien wel heel erg blind daarvoor, maar het zou wel goed zijn. Ik zeg tegen hem ook, want ik wil hem niet te veel aandacht aan wijden, snap je? Dus ja. Het kon niet lang genoeg duren en ik heb al een reactie gehad. Fijn. Opdracht 1. Doe een bewapende overval op je ouders en steel de laptop van je zusje. Doe dit vermomd en bewapend. Veel succes. Oh my freaking god. Nee, ik heb echt geen zin om overal mijn ouders te plegen, man. Maar ja, hij heeft het gezegd, mensen. Dus ik denk dat we gewoon moeten doen. Dus weet je wat? Ik heb me zo even vermommen en dan gaan we even overal mijn ouders plegen dan. Ik zie het zo tegenop. Ik zie het zo zwaar tegenop om deze opdracht uit te voeren. Kijk wat ik aan heb, grap. En dat moet ik bij mijn eigen ouders doen. Kijk, ik hoef niet te vermoorden. Dus op zich kan ik het wel doen. Maar toch, ik vind het wel erg genoeg dat het nodig is, bro. Dus weet je wat? Laat de auto pakken. Gewoon even naar die kant op gaan. Want ik zweer het je. Ik heb het totaal geen zin, maar het moet binnen een uur gebeuren. Dus laten we het even heel snel doen. We hebben echt niet veel tijd. Dus we moeten ook echt opschieten, man. Maar ja, op zich spreekt er wel voor zichzelf. Dus laten we even gewoon rijden. En ik denk dat het gewoon best is om daar naartoe te gaan. Maar oh my god. Ik zie het er zo zwaar tegenop. Ik zweer het je. Maar weet je gek, bro? Zo gek is het helemaal niet. Maar weet je wat, mensen? Ik zie dat we weer daar zijn. Want ik vlieg er weer overheen. Nou, dames en heren, komen aan op met mijn ouders. En ja, nogmaals, ik heb het 100 keer gezegd. Ik zie het er echt zwaar tegenop. Maar weet je wat? Laten we even naar binnen gaan. En ik ga die overal moeten plegen, man. Hoe moet ik dat zeggen? Hoe moet ik stemmen of zeg heffen zonder ze doorhebben dat ik het ben? Want als ze doorhebben, dan heb ik echt een probleem, snap je? Maar ja, ik vind toch wel, ja, ik weet niet, heel respectloos. Stomme rot Pennywise. Waarom word ik nou wel altijd lastig gevallen? Weet je wat? Oké, daar gaan we dan, hè? Oké, wat heb ik vast? Oké, 3, 2, 1. Ja! Dit is een overval! Hand omhoog! Hè? Geef alles wat je hebt. Geef portemonnee. Hoppa, het is een overval. Oh, doe even normaal alsjeblieft. Wie ben jij? Doe even normaal. Inderdaad! Je mag alles hebben. Pak over wat je wil. Klinkt als een goed idee. Waar is je zus? Wapen weg, nu meteen. Nee, vertel, waar is je zus? Je zus? Waar heb je het over? Je bedoelt mijn dochter. Dat zeg ik jou lekker niet. Nu zeg, anders schiet ik je dood, hè? Oh, was het nodig? Oké, mijn zus is boven. Michael, wat is met jou gebeurd? Amanda, bel alsjeblieft een ambulance. Ga ik doen, schat? Oké, dames en heren, we moeten ze niet naar boven toe. En ik vind het verschrikkelijk om te doen. Dus laten we even naar boven gaan. En ja, mijn zus even doen, ja? Oké, 3, 2, 1. Dit is een overval, hè? Geef je laptop, nu meteen. Wie ben jij? Alsjeblieft, doe het niet. Geef je laptop, nu meteen. Oh, pak me, pak als je weer bij je pakken kan. Oké, laten we even kijken wat hier de laptop staat. Mooi, die gaan we mooi meenemen. Zo, ik heb je laptop. Ah, alsjeblieft, ga weg. Ik weet niet meer iets aandoet. Oké, blijf staan, hè. Dag. Oh nee, dit is verschrikkelijk, man. En natuurlijk hebben we politie achter me aan. Oké, we moeten heel snel wegwezen. Want ik zweer het je, ik heb gewoon de politie om me afgeroepen. Oké, snel. Ik mag niet gevonden worden door de politie, want anders heb ik echt een probleem. En waar zijn ze? Oh, daar zijn ze. Oké, go. Weg. Ah nee, helikopter. Oké, we moeten zoektekken vinden. We moeten iets betekst vinden, man. Ah, ik glij helemaal door natuurlijk. Natuurlijk, altijd weer hetzelfde gezeik. Oh, waar moet ik naartoe? Ik moet proberen te vluchten van de politie. 1 ding, ik ben echt niet trots. Oh, daar komen ze. Daar komt hij. Nee. Oké, go. Waarom snipt dat ding zo mogelijk? Hard. Oh, ik word er helemaal gek van. Oké, we moeten hier naar binnen toe. Ah nee, ik ben al gezien, hè. Ik ben gezien. Of niet? Wat? Is hij blind of zo? Tof. Oké, laat het hier even zitten. Oké, shh. Snel, verstoppen. Ik denk dat het beste is om te doen nu, man. Oké, go. Nee. Ik word sowieso gevonden. Ah, snap. Ik ben gevonden. Oké, go. We hebben geen tijd te verliezen. Ik zit ook in iemands huis. Oef, mijn ruit is kapot. Snel, wegwezen hier. En we worden ze achterna gezeten. Misschien moet ik de metro tunnel. Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga niet de metro tunnel in. Hallo. En gast, kijk eens uit, joh. Oh, wacht. Ik zit op zijn rijbaan. En de politie ook. Oké, we moeten echt uitkijken voor de politie. En het pure is, ik kan niet echt goed met deze auto omgaan. En ik heb hierna nog 4 opdrachten te doen. Wat dan wordt het volgende? Dat ik zeker de hele tanks achter me aankrijgen of wat? Zou me niks verbazen aan Canada. Laat hier even naar binnen gaan. Ik hoop ook hier kan verstoppen. Ja, oké, ik moet me hierin verstoppen. Oké, ik ben ze kwijt. Go, naar binnen toe. Shh, oké. Gaan hier naar binnen toe. Blijf verstopt. Oké, als het goed is ben ik ze nu kwijt en gaan ze me niet meer vinden. Ze proberen het trein door te zoeken, maar ze kunnen me niet vinden. Dat is het mooiste. Oh, gelukkig. Nou, eens even kijken. Heb ik iets op mijn telefoon gehad? Wat is de volgende opdracht? Ik heb me zo wel even in de maal kleden hoor, maar oh my god. Ik moet wel even mijn backup account natuurlijk kijken. Oké, ik heb een bericht van Pennywise.
Goed gedaan, Delano. Ben je klaar voor de volgende opdracht? Dit is een harde keuze die je moet maken. Ga naar je familie toe en maak een keuze wie je wilt doodmaken. Deze opdracht is op tijd. Je krijgt 1 minuut denktijd. En uit wie je de keuze moet maken is een verrassing. En natuurlijk heeft hij ook een foto gestuurd waarbij mijn zus en ik daar dus staan. Oh, dat is echt geen pretje dit. Maar weet je wat? We moeten maar uitvoeren dan, hè? Oké, dames en heren. Ik ben weer terug omgekleed. Even dat rotpak uitgehaald. Ik ben er helemaal klaar mee. En ik moet dus gewoon de volgende opdracht uitvoeren. En oké, hier staat mijn auto. Maar hey, kijk eens wat daar staat. Een motor. Waar zal het dan precies zijn? Ik denk dat ik wel weet. Want ik moet dus een keuze maken wie ik wil doodmaken. En er is namelijk een plek waar altijd 2 dingen zijn. Laat dat nu net daarboven op die dingen zijn. Hoe heet die daar ook alweer? Die ene met die waterglijbaan? Ja, dat weet ik wel. Maar ik weet alleen niet hoe die toren heet. Oh my god, maar ik moet daar heel hoog van vliegen. Maar dat gaat nog wel even duren, denk ik, voordat ik boven ben überhaupt. Ik vind het alleen echt rot dat ik een hele keuze moet maken. Laten we eerlijk zijn, ik heb er echt geen zin in. Maar ja, we moeten het wel even doen, man. Ik ben in ieder geval blij dat ik dit ding heb, dat ik iets sneller door de dingen heen. Want ja, anders heb ik veel te weinig tijd ervoor. Dat gaat gewoon niet lukken, want je moet toch wel een stukje rijden voor alles, hè? Maar het ziet eruit dat we aankomen bij de allereerste, of ja, de tweede plek alweer. Oh nee. Oké, ik ga die motor even hier voor de dingen zetten. Ik ga hem niet op de glijbaan zetten. En we gaan even dalen. Ik denk dat het wel verstandig is om even te doen. En we gaan eens even naar boven klimmen. Want eerlijk, ik wil toch even weten hoe ik moet doodmaken. Want oh, ik vind het echt niet leuk. Maar waarschijnlijk is de moeilijke keuze die ik moet maken. Want dat gaat niet makkelijk zijn. Oh, eindelijk zeg. Ik kom dus eindelijk hier bovenaan. En oh, ik heb er echt geen zin in. Wat moet ik nou weer doen? Ik zweer, ik moet de keuze maken. En nee, deze is mijn beste vriend. En mijn vriendin. Nee, oké, ik weet echt niet wat ik moet doen. Alsjeblieft, kies mij niet. Ik ben wel je beste vriend. Besef even, we zijn nog al 15 jaar vrienden. Dit kun je echt niet doen, man. Alsjeblieft, Delano, laat me rust. Ik wil echt niet dat je mij gaat doodmaken. Alsjeblieft, we hebben al 2 jaar een relatie. We hebben het altijd super gezellig met elkaar. Oké, en ik wil echt mijn excuus aanbieden voor de ruzie de laatste tijd. Shit, man. Ja, ik moet een keuze maken voor mijn broer. Ik weet niet, kijk, mijn broer is toch een familielid. Kies de serieus familie boven ons. Vind ik wel echt heel egoïstisch voor je, Delano? Ja, ik moet toch kiezen, schat. Maar ik zweer het je. Kijk, lieverd, ik begrijp dat we heel veel ruzie hebben. Kijk, weet je, dat is misschien wel een beetje het punt. En ja, we hebben misschien niet zo'n hele leuke tijd samen. Ja, wat betekent dat je me dood gaat maken dan? Nee, betekent er helemaal niks. Ja, ik wil ook even over jou iets zeggen. Kijk, wij zijn natuurlijk al heel lang beste vrienden. En kijk, we hebben natuurlijk ook best wel wat opstootjes gehad. Maar je bent er altijd wel klaar voor me geweest. Zo. Ik sta ook altijd klaar voor jou. Jij voor mij. Dus ja, we hebben op zich wel een fair deal. En ons vriendschap is gewoon eerlijk. En ja, puur. Ik weet niet of ik dat iemand anders nog kan vinden. Dat begrijp ik heel goed. Maar je gaat toch echt niet je vriendin boven mij kiezen? I had no choice. Kijk, weet je wat het is? Ik woon al samen met mijn vriendin. Ik ben gelukkig met haar. En we zijn ook al, ja, toch wel 3 maanden getrouwd. Dus ja, ik denk niet dat ik heel veel keuze heb. Ben je serieus? Ik ben gewoon de nepste vriend ooit. Zie je wel. Ik wist wel of we geen echte vrienden zijn. Echte vrienden bestaat niet. Ja, wat moet ik dan doen? Ik had het niet aan eigen broer doodmaken. Het spijt me zeer. Maar ik heb heel weinig keus. Maar Delano, kom op alsjeblieft al die mooie momenten die we samen hebben gehad. Ik weet het. Ik vind het heel moeilijk. Ik kan het niet, sorry. Oh, nee. Nee, ik zweer het je. Oh, moest ik echt serieus die keuze maken? Ik vind het verschrikkelijk om te doen. Delano, ik hou echt heel veel van jou. Ja, ik ook voor jou, schat. Ja, sorry, ik moest deze keuze maken. Anders moet mijn broer dood. Maar ben je serieus? Ja. Oh, ik vind het verschrikkelijk dit. Ik ga maar snel naar beneden glijden. Ik wil het gelijk vergeten. Ik zweer het je. Oh my god. Deze keuze is misschien wel de lastigste ooit. Ik heb nog nooit zo'n moeilijke keuze moeten maken. Maar goed, we landen ergens in een bad. Ja, ouch. Oké, dat doet wel pijn, maar ik ben nog niet dood. Wat een rot leven heb ik ook. Ik ga mijn telefoon kijken, man, want ik wil weten wat er gestuurd is. Oké, even naar mijn Instagram DM toe. Haha, dit was een harde keuze. Maar goed gedaan. Timo, rust en vrede. Maar Delano, ik heb nog een opdracht voor je. De volgende opdracht is om naar het doolhof te gaan en het doolhof te behalen. Er lopen 2 clowns rond in het doolhof. Als je getikt wordt, wordt je broer per direct gedood. Hahaha, veel succes. Ik hou alles in de gaten. Ja, dat is hier wel te zien. Oh my god, verschrikkelijk dit. We worden gewoon keihard hier neergeknald. Ik weet gewoon echt niet wat ik moet doen. Maar we moeten dus in ieder geval voor de volgende opdracht gaan. En dat is dus de 3e opdracht. Oké, mensen, we moeten wel echt heel snel zijn. We hadden echt nog maar 5 minuten over. En dat is echt niet lang meer. Dus laten we even heel snel naar het dorp vliegen. En we gaan even naar het dorp toe, man. Wat is het dorp ook alweer? Ja, ergens in het noorden. Ah, daar is het. Bij het sanatorium. En oh, het is wel echt een heel stuk vliegen. En we moeten in 35 minuten voltooien. Maar dat is echt niet zo heel snel meer. Of echt niet veel tijd meer, man. Ik heb het al lastig mee. Ik zweer het je. Want 5 minuten, dat is echt helemaal niks. Kijk, daar is het boot van mijn oom. Tenminste, mijn oom is op vakantie dit moment bij die boot. En ja, ze zijn gewoon lekker vakantie aan het houden. Alleen, damn, die hebben wel veel beveiligers ingehuurd, man. Ik zweer het je, voor bijna elke kamer is wel een beveiliger. Ik hoop niet dat ik zo meteen daar nog iets mee moet gaan doen. Maar dat zullen we zo meteen wel zien. Goed, weet je wat, mensen? We komen dus bijna aan op de plek. En oh my god, bij het sanatorium. Ik ben echt niet ready voor dit. Ik meen het. Ik denk dat het een heftige opdracht gaat worden. En ja hoor, hier is het doolhof. We moeten dus uitkijken voor de horrorclown. We moeten dus beginnen en we moeten zorgen dat we bij de andere kant eruit komen. Shit, hoe moet ik dat doen, man? Laat ik even gaan landen, want ik denk dat ik dat sowieso even moet doen. En oh, ik ben echt totaal niet ready voor deze opdracht. Goed, mensen, hier is de ingang en ik denk dat we gaan beginnen. Dus 3, 2, 1, let's go. Oké, dan gaan we dus door een hele dolhof moeten rennen. Oh, ik zie er zo zwaar tegenop. Ik ga sowieso getikt worden, hè. Ik zweer. Oké, ik weet niet welke kant ik op moet, maar ik volg me gewoon wat. Oh, nee. En nee, ik word sowieso gezien. Ik zweer het, ik ga sowieso nog een clown tegen lijf lopen. Oh, nee. Oh, nee. Daar is er eentje. Oh, shit. Oh, ik heb hem niet getikt bij mij. Ik heb hem getikt in plaats van hij mij. Oh, dit is doodlopen.
opent. Nee, nee, nee. Oh, weg, weg. Oh, ook niet hierin. Nee, aan stopper uit de kant jij. Oh, nee. Oké, daar staat een andere man. En oh, ik heb de uitgang dus weten te redden. Oh, ik weet niet waar die andere clown is, maar er waren dus twee clowns, hè? Maar waar is die andere clown eigenlijk? Ik heb die nog niet gezien, maar het zal wel goed zijn dan. Ik heb in ieder geval de doolhof gehaald en daar ben ik heel blij mee. Oké, okay, daar is Ronald en oh, ja, nu mag ik gewoon getikt worden. Zo, Ronald, hè? Wat denk je wel niet? Zo, hoppa. Nee, liggen jij. Waar was die andere clown? Want dan gaan we die ook even doodschieten. Ah, daar is die andere clown. Oké, okay, die gaan we ook even mooi doodmaken. Zo. Deze opdracht hebben we in ieder geval mooi gehaald. Hartstikke fijn. Laat ik eens even kijken wat mijn volgende opdracht gaat zijn. Ja, ik zit er weer tegenop. Je weet natuurlijk heel goed van mij. En wat ze kijken als bericht. Hahaha, goed gedaan, Delano. Ik heb nieuws. Want ik heb geen foto van je kunnen maken. Dus deze opdracht is in dit geval bonus en voordeel van de twijfel. Opdracht 4 gaat weer een minigame zijn. Je moet naar de boot toe en een bom onschadelijk maken. Gezien je oom op de boot zit, je moet hem begroeten en hij is streng om als mensen in zijn spullen snuffelen. Niet binnen de 5 minuten gehaald? Dan zal de boot opgaan in rook. En je broer ook. Dat heeft hij niet bijgezeten op mijn broer, maar dat zal waarschijnlijk wel het geval zijn. Dus weet je wat mensen, laten we de volgende opdracht gaan uitvoeren. Oké, dames en heren, het is de hoogste tijd om naar de volgende plek met te gaan vliegen, denken. Want ik zweer het je, we moeten toch sowieso duin. Oké, opdracht 4. Dat is de ene laatste opdracht. Dat betekent maar één ding. Dat ik weer het volgende moet gaan doen. En ik ben totaal niet ready voor dit, maar het zal wel goed komen. Dus laten we lekker naartoe gaan dan, hè. Want, oh my god. Eens even kijken hoor. Ik hoop niet dat ik gezien ga worden. Want ja, eerlijk, mijn oom is wel in dat redelijk streng met beveiliging en dat soort dingetjes. Want ja, het is wel zijn boot en heeft ook beveiligers op het boot zitten. Maar dat begrijp ik allemaal. Wat ik voor nu even moet doen is even landen op die H-plek. Ja, oftewel helikopter. Daar staat de H natuurlijk ook voor. Of nou weet je, laat het even niet doen. Want dan moet ik helemaal naar boven gaan. En dat is niet echt makkelijk om hier even naar boven te gaan op deze boot. Dus ja, eens even kijken hoor. Hey, onkel, hoe is het met jou dan? Ben je de Lano, maar je net goed op. Die jij niet moet aan de boot. Maakt me nooit. Nee, klopt. Ik dacht jou even begroeten toch? Misschien hartstikke leuk om te doen. Ja, inderdaad. Nou, je mag wel even de boot kijken hoor. Alleen een paar plekken niet in. Niet in de kamers kijken alsjeblieft. En niet in de meterkelder alsjeblieft, oké? Is goed. En hey, tante, hoe is het met jou dan? Ja, mij gaat goed hoor. Leuk dat je even langskomt. Dat is al een tijdje geleden en als je dacht, maar wat kom je hier even doen? Ja, ik wou gewoon even hier langskomen. Ik dacht misschien even leuk om te doen, toch? Misschien even een jacuzzi pakken of zo, even lekker zwemmen. Ah, ik weet zeker dat we blij te laden. Veel plezier, jongen. Dankjewel, hè. En oh my god, en wat is dit? Dat is de beveiliger. Oké, okay, daar gaan we al. Uh-oh, de beveiliger loopt er al rond. Oké, okay, laten we even hier gaan kijken, want even die kamers toch even stiekem ingaan. Want ik moet toch even die bom onschadelijk maken, want er is dus een bom geplaatst. En ja, we hebben maar 5 minuten de tijd, dat is niet zo lang. En ik heb even praatje met ze. Oh, daar staat wel beveiliger. Ze mogen me niet doorhebben. En oké, okay, hier is geen bom. Nee, dat kan niet, want anders had ik hem wel horen tikken. Want die bom hoort toch wel een klein beetje tikken. Er is geen stille bom. Tenminste, ik denk niet dat er een stille tijdbom is. We moeten hem gewoon onschadelijk maken. En als ik hem zie, dan kan er gelijk. En hè? Wat doe ik nou weer? Oké, okay, dat is een beetje raar. Ik weet niet hoe ik hierbij terechtkomen, maar dat is een glitch. Gewoon net zeggen, ik kwam niet helemaal goed terecht volgens mij. Maar weet je, we zijn weer lekker terug. En oh my god. Oh, daar is beveiliging. Wat is hij aan het doen dan? Oh, hij is in het water gevallen. Oké, okay, snel hierin. Oké, okay, daar is beveiliger. Hij mag me niet zien. Hij mag me niet zien. Oh, oké, okay, gelukkig. Ik ben hem langs gelopen. Oké, okay, ik hoop dat er niet nog meer beveiligers zijn. Maar dan gaan we even checken. Oh, er lopen overal beveiligers. En hier? Daar is beveiliger. Oké, okay, snel. Oké, okay, ik hoop niet dat hij me ziet. Okay, waar is hij nu? Hij houdt het allemaal in de gaten, bro. Ik moet die bom op het einde onschadelijk maken. Hoe moet ik dat doen als hij hier rondloopt? Oké, okay, nu hierin. Ik zweer het je. Oh, alsjeblieft. Nee. Oké, okay, gelukkig. Okay, go. Hij is bij de meterkast aan het checken. Oké, okay, go. Hier moet ik hem even onschadelijk maken. Oké, okay, eens even checken hoor. Oké, okay, laten we de bom onschadelijk maken. Dus laten we even gelijk doen. Dus 3, 2, 1. Oké, okay, mensen, volgens mij is gelukt. De bom is lekker onschadelijk. Oké, okay, laten we snel wegwezen. Oké, okay, dat is beveiliger. Oké, okay, go. Laten we die kant op gaan. Dan gaan we deze kant op. Nou, in ieder geval, we hebben het lekker gered. De beveiligers hebben mij niet echt gezien volgens mij. Ik hoop het niet. En laten we gewoon lekker snel vandoor gaan. Oh, daar staat er eentje. Ik mag steeds niet gezien worden. Want anders heb ik een probleem. Oké, okay, waar gaat hij naartoe? Oké, okay, maar even kijken hoor. Even bespioneren waar hij eigenlijk naartoe gaat. Ik hoop dat hij weggaat. En nee, hij gaat weer terug. Oké. Okay, wacht even dat hij voorbij is. En laten we even voorbij komen. Oké, go. Terug naar de boot. En dan gaan we even snel die dingen pakken, man. Bom is onschadelijk gemaakt. En laten we even kijken wat de volgende opdracht gaat zijn. Oké, dames en heren. Het is tijd voor de allerlaatste opdracht. En ik ga eens kijken wat de laatste opdracht zal zijn. Oh, ik ben zo benieuwd. Ik meen het je. Oké, laten we naar de DM's gaan. En wat staat erop? Goed gedaan, broeder. De laatste opdracht zal geen foto gemaakt worden. En mondeling besproken worden. Maar deze opdracht gaat lastig zijn. Ga naar oma toe en je moet haar vermoorden. Doe je dit niet, zal dit ernstige consequenties hebben. Ik vertrouw je dit keer. Dus verkloot het niet. Veel succes. Kom daarna terug naar de mansion. Oké, okay, goed idee. Maar, oh nee, ik moet blijkbaar mijn eigen oma doodmaken. Hoe moet ik gewoon godsnaam gaan doen? Oké, okay, sorry meneer, ik moet er vandoor gaan. Oké, okay, laten we even heel gauw naartoe vliegen dan. Want ja, oké, okay, we zitten dus nu de lucht in. Ik hoop niet dat ik beveiliger dood heb gemaakt. Hoop ik echt niet. Ziet eruit dat ik iemand dood heb gemaakt? Nee. Maar goed, daar gaat het even niet om. Laat ik je dit scène gaan zetten. Ik denk dat ik het misschien wel kan doen. Of gaan. Ik weet niet. Ik weet niet door hebben. Ik wil toch echt liefst een scène gaan zetten dit. Maar tja, ik weet niet of het heel verstandig is. Dus weet je wat mensen, laten we naar het huis van oma gaan. En niet te veel tijd hierover nemen. En dan zie ik er wat daar. Oké, dames en heren, we zijn dus bijna aangekomen met de scooter. En natuurlijk. Oh nee, ik zie er zo tegenop om dit te doen, hè. Oma vermoorden. Oh, ik zweer het je. Laten we even naar binnen gaan. En laten we gewoon even doen. Oh my god. Dag oma. Dag jongen, hoe gaat het met jou dan? Ik heb lekkere koekjes gebakken. Oma, het spijt me zeer. Maar, dan laat het niet.
Nee, dat kun je niet maken. Waarom doe je dat nou? Delano, ik heb alle tijd altijd geld aan je gegeven. Ik heb, toen je nog kind was. Ik heb dit voor je gedaan en dat voor je gedaan. Al voor je verder klaargestaan. En nu ga je serieus dit doen? Oma, het is klaar nu. Ik zweer het je. Stop, Delano. Ga dat niet doen. Ik heb het gehoord van je broer. Huh? Heb je het gehoord van mijn broer? Wat? Oké, we gaan het nu zeggen. Wat heb je gehoord van mijn broer? Laten we dit een scène zetten, oké? Dus jij schiet zo gedaan, maar je schiet een beetje naast me. Probeer me niet te raken, alsjeblieft. En ik doe alsof ik dood ben. Is goed, oma. Oké, dan ga ik proberen iets ernaast schieten. Ik weet het zeker, oké? Ik ga eens even omheen kijken of niemand aan het gluren is. Nee, tot nu toe niet. Nee, klopt. Oké, 3, 2, 1. Oeh. Ah. Oké, dan hebben we een mooie scène gezet. Oh nee, ik heb vijanden. Oh shit, ik heb vijanden. Oh nee. Dit meen je niet. Ze schiet ook nog eens aan mij. Oh nee, wat doet hij binnen? Wat een man. Oh, wat een mafkees. Wat? Wat doet hij in het huis van oma? Wat een idioot. Wat ben jij voor een idioot, joh? Achterlijke gek. Ga mijn huis uit, joh. Waarom kan hij gewoon zo binnenkomen, die idioot? Oh my god. Oké, laten we heel snel naar huis gaan. Ik zweer het je. En dan ga ik even mijn Pennywise dingen bespreken. Oma is tussen haakjes dood. Ze is natuurlijk niet echt dood, hè. Want ik dacht al, we moeten gewoon even scène zetten. Ik kan mijn oma toch echt niet dood laten gaan. Ik had al zoiets in mijn hoofd. Maar weet je wat, mensen laten het naar huis vliegen? Dames en heren, jawel, zeker. Wij komen dus weer terug thuis aan. En ik denk dat de hoogste tijd is om lekker naar binnen te gaan. En dus even met Pennywise dingen te gaan bespreken. Dus let's go. Oeh, pas op een beetje. Want ja, niet handig dit. Oké, snel naar binnen toe. En oké, laten we pistool vasthouden, man, voor de zekerheid. Want ik denk misschien wel handig is om te doen. Dus ja. Zo, Pennywise, ik ben weer terug aan het huis. Zo, Delano. Dit is precies ongeveer de plek waar de foto heeft gemaakt. Of ja, ongeveer. Ik hou niet zo van het precies gedrag. Luister, we hebben ook de volgende dingen te maken. Dus dat je broer je gewoon eindelijk gebruikt al die tijd? Is het zo? Gebruik hem al de tijd? Waarom zou je luisteren naar een clown? Natuurlijk gebruik ik je niet. Nee. Je mag niet liegen van papa en mama. Nee, ik gebruik Delano niet. Heb ik heel duidelijk gezegd. Ik kan gewoon even echt niet rondkomen. Ik heb ook veel voor Delano gedaan. Dat besef je dat wel. Oh, is dat zo? Ja, dat is wel waar. Hij heeft inderdaad veel voor mij gedaan. Maar Pennywise, ik heb alles correct uitgevoerd. Nou, Delano, over de laatste opdracht gesproken. Wist je dat er een microfoon in je motor zat? Wacht, wat? Ben je serieus? Yep, je hebt oma die doodgemaakt. En het uur is voorbij, dus ik kan er niet meer terug. Je weet wat dat betekent, hè? Oh nee, alsjeblieft, doe het niet. Ik heb mijn beste vriend al moeten vermoorden. Ik vind dat al erg genoeg. Ja, afspraak is afspraak. Dat betekent dat je broer gaat boeten, man. Hier. Hey, dit kun je niet maken, achterlijke clown. Nee, stoppen. Oh nee. Oh, klaar nu. Oh, nee. Mijn broer is neer. Oh, dat meen je niet. Kun je nog misschien praten? Delano. Bedankt voor alles. Bel een ambulance. Serieus? Dat is mijn vriendin met pardoes. Wat gebeurt er? Dit belooft echt niet veel goeds, man. Oh, wat moet ik doen? Hoe moet ik haar überhaupt gaan beschermen? Ik heb oprecht geen idee wat ik nu moet gaan doen. Oh, oké, weg. Ik zweer het je. Ik ben voor mijn kaart gezien. Oh, wat moet ik dat doen? Oké, snel. Moet je verstoppen. Ik zweer het je. Voordat het straks te laat is. Oké, laat ik hier even ingaan. Oké, misschien dat ik hier wel veilig ben. Oké, even hier snel verstoppen, ja? Delano! Waar ben je dan? Oké, volgens mij ben ik nu wel veilig. Weet je, laten we even gaan kijken waar ze überhaupt aan het uithangen is. En laten we even gaan kijken. En eens even zien hoor. Waar zou ze uithangen? En wacht, wat? Ze zijn er letterlijk vandoor gegaan? Hoe is dit mogelijk? Waar zijn ze naartoe gegaan? Wat verschrikkelijk dit. Ik moet dat proberen te vinden. Oh, ik hoop dat ik ze zo kan vinden, maar ik weet het echt niet, man. Weet je, laten we gewoon even lekker de zoektocht gaan vervolgen en er even op af gaan rijden. Want misschien dat ik hier wel iets kan vinden of zo. Wacht, misschien moet ik eens haar locatie gaan checken. Waar zal ze eventueel nu uit kunnen hangen? Oké, dit is de weerapp. En zo warm is het op dit moment. 91 graden. Nou, daar ga ik voor bakken. Maar wacht eens even. Oké, wie is dit? Oh, dat is telefoon schatje. Wacht, wat is het? Laat ik even mijn navigatie naartoe gaan zetten en naartoe rijden. Oké, dames en heren. We zijn dus aan het rijden naar het gebouw. Maar ik zoek even die telefoon. En oh, dit spoorwegen gaat natuurlijk dicht. Ja, die ga ik even skippen, jongens. Ik zweer het je. Interesseert me niet of de trein aankomt. En ja hoor, daar staat de trein. Wacht, overleef ik dat als ik op de trein rust sta? We gaan het zien, man. Oh, nou, volgens mij van mijn auto niet zo heel tof. Ouch. Ik kreeg trouwens best wel kritiek van mensen die tegen mij zeggen van, je zegt heel vaak, ik zweer het je. Ik weet dat het is verschrikkelijk dat ik dat zo vaak zeg. Het is een stopwoordje geworden. Een stopwoordje, ik had dat heel snel last van. Dus ik hoop dat ik het wel ga minderen ook. Want ik zweer het je, ik zeg het nu weer. Die stopwoordjes zijn inderdaad wel irritant. Maar waar is die telefoon eventueel? Wacht, ik zie daar wel iets liggen. Is dat haar telefoon? Want hier moet het zijn, hè? Ja, hier is het. Oké, en dit moet dat telefoon zijn. Laat ik deze even meenemen. Ik heb de telefoon maar eens even opgeraapt. En ik denk dat ik even naar de telefoon mee kan gaan. Want ik probeer die wel aan te zetten. Maar het lukt niet. Die telefoon is leeg. Of uitgevallen. Ik durf het niet te zeggen. Maar in de buurt is er namelijk een iPhone shop. En in die iPhone shop kan ik er precies achter komen wat aan de hand is met deze telefoon. Laten we even naar binnen gaan rijden. En via waar kan ik naar binnen? Als ik een beetje verder rijd. Ah, hier kan ik dus naar binnen toe. En ik denk dat het een verstandig idee is om hier even naar binnen te gaan ook. De Verona Mall. En laten we eens even gaan kijken. Oh, ik klim er gewoon letterlijk overheen. Wacht, wat? Dat moet een glitch zijn. Of misschien is het een Easter egg. Ik ga even die iPhone even afgeven, denk ik. Ik denk dat het een verstandig idee is. Meneer, ik heb namelijk een iPhone. En ik wil namelijk even de locatie checken van gesprekken wat er wel laatst gebeurd is. Ik krijg de telefoon niet meer aan de praat. Zou je even kunnen kijken? Want het is wel belangrijk nu. Oh, wat vervelend voor je. Maar natuurlijk kan ik wel eens even kijken. Geef de telefoon maar hier en dan ga ik het voor je oplossen. Okidoki, dankjewel. Dan kunt u even plaatsnemen en dan ga ik even kijken achterin, ja? Dan zie ik u zo meteen weer. Okidoki, meneer. Tot zo, hè. Nou, die meneer gaat eens dus even achterkijken. En ik hoop dat hij het echt even kan oplossen, het probleem met de telefoon.
iPhone. Want het is wel verschrikkelijk dat het allemaal zo lang moet duren natuurlijk. Dus laat even gaan wachten. En eerlijk, wat een mooie iPhone hier. Oké, welke vinden jullie eigenlijk de mooiste? We hebben de iPhone 13 Pro. Ja, die heb ik zelf. Dus ja, maar dat is niet echt de allernieuwste meer. En hier heb je allerlei andere iPhones. Ja, in ieder geval, we zijn al een tijdje aan het wachten. Ik hoop wel dat ik iets kan vinden. Want ik moet weten waar mijn vriendin is. Ik snap er letterlijk niks van. Meneer, ik heb even gekeken naar de iPhone en ik weet precies waar het is. De locatie kan ik niet echt meer updaten. Want ja, ze is in ieder geval met de auto echt mee naartoe aan het rijden. Dat had ik wel teruggezien. Alleen er is één probleem. Ik zat namelijk op Snapchat te kijken. En ze wel een bericht typen, maar het is niet verstuurd. Iemand help me! Ik word meegenomen naar de glie. Meer kan ik niet meer lezen. Oh my god, dat betekent dat de telefoon eruit is gegooid. In ieder geval hartstikke bedankt, meneer. Nou, duidelijk toch? Laat er even uitgaan. Ik denk dat het een verstandig idee is. En eens even kijken. Ik zou wel even een hotdog willen hebben, want ik ben wel een beetje van slag nu. Dat kan me wel rust geven. Meneer, zou ik alsjeblieft een hotdog mogen? Maar natuurlijk, jongeman. Dat kost je dan 10 euro. 10 euro voor een hotdog? Ja, oké, dag. Ga ik niet doen. Of weet je wat? 10 euro? Een dier kan je krijgen. We gaan geen 10 euro betalen voor een hotdog. Ben je helemaal lijp geworden? Dankjewel. Zo, dat is lekker. Maar mijn conclusie is een GLI, hè? Maar wat zou je ervan kunnen maken? Glee, glider, weet ik veel wat al. Ah, glijbaan. Wacht, misschien is glijbaan. Weet je, laat ik even naar de glijbaan gaan, want op het dak heb je namelijk een glijbaan zitten. En daar kan dus eventueel zijn. Maar of het ook daadwerkelijk daar zo is, dat weet ik niet. Daar gaan we nu achter komen. Nou, we zijn dus aangekomen bij de glijbaan, want ik heb het idee dat ze hier überhaupt ergens zijn bij de glijbaan. Laat ik even boven gaan kijken, maar ik weet natuurlijk niet zeker of het zo is, hè. Even de auto gaan parkeren en even naar boven gaan rennen, want ik moet toch even zien of er iemand überhaupt is. Daar is de trap en ik denk dat de hoogste tijd is om even lekker naar boven te gaan. Alright, we gaan eens even rennen op de trap en ik denk dat de hoogste tijd is om even naar boven te gaan, maar ik weet echt niet wat ik hier kan verwachten. Oké, weet je, ik zie wel weer boven, want het is toch echt een hele rot eind. Nou, daar zijn we eens aangekomen. Boven, alleen waar zou ze dan moeten uithangen? Ik durf het niet te zeggen, maar laat even gaan glijden, want dat is één manier om erachter te komen. En wow, wij gaan echt super, super snel, man. Oh nee, we gaan... Wow, oh my god, ik vlieg wel bijna de lucht uit. Of ja, de lucht uit de bocht. Wow, moeilijk is het, hè, praten. Ik kan niet normaal praten op dit moment. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar dat gebeurt er als je een beetje verkouden bent. Dan kun je gewoon niet goed praten. Oh nee, ouch. Oh, die doet wel heel veel pijn. In ieder geval, we zijn meteen aangekomen. Alleen, waar is het water gebleven? Eens even zien, hoor. Nou, laten we er even snel vandoor gaan. Je bent tot die Deli, of wat? Ja, hoezo? Ik ben Deli, dat klopt. Je maakt slechte video's, man. Ga weg. Ik hoef je niet meer te zien, bro. Je moet niet gaan sollen met ons, hè, met wat video's maken. Ga stoppen met YouTube of zo. Je moet stoppen. Je bent de allerslechtste YouTuber ooit. Je moet niet denken dat je stoer bent, hè, vriend. Je bent helemaal niks waard. Ik meen het. Echt, ga weg of zo. Oprotte jij. Oké, mooi. Ze mag niet meer achter me aan. Oké, maar ze zijn wel heel agressief. Mijn god, zeg. Als mensen dit soort dingen gaan doen, ze zijn voor mij echt niks waard. Maar ik heb één ding geleerd. Je moet ze negeren. Wat er ook gebeurt. Want als je aandacht gaat geven, dat willen ze. Dan gaan ze je nog irritanter doen. Je weet hoe ze zijn, toch? Ze gaan altijd filmen, irritant doen. Nou, dit soort mensen moet je dus geen aandacht geven. Ze hebben niet de zin gehad. Ze werden agressief, maar ze werden uiteindelijk niet meer zoveel veel fysiek. En daar ben ik wel heel blij mee. Goed, weet je, laten we gaan rijden naar het politiebureau. Misschien kunnen hun wel iets of zo. Misschien hebben we hun wel iets gevonden. Ik weet het niet. We gaan even naartoe. Daar zijn we dan aangekomen bij het politiebureau. We gaan even de auto gaan parkeren. En ik denk dat het een goed idee is om even uit te gaan stappen. Goed, weet je, we gaan eens even naar binnen toe. En we moeten even aangifte doen. Dat is de enige manier om er even achter te komen of we überhaupt zijn gebleven. Meneer, hebben jullie toevallig iemand gezien met een rode muts op? Die lijkt een beetje Pardoes. Ja, nu het zegt, mijn collega had het erover dat er een verdacht iemand was. En die had inderdaad een muts op. En die is bij de speeltuin vlakbij de glijbanen daar. Welke glijbanen trouwens? Oh, je hebt er meerdere natuurlijk. Ja, bij het strand. Als je daar even naartoe gaat, dan kun je ze wel vinden als het goed is. Okidoki. Nou, weet je wat? Ik ga denk even naar het speeltuintje toe. En dan gaan we eens even kijken of Pardoes er überhaupt nog zit. Want de collega's hebben er iemand gezien. Maar we moeten wel snel zijn, want voor hetzelfde geld zijn we straks weer weg. Dus weet je, ik pak de auto en we gaan even mooi naar het speeltuintje toe. Dus ik zie jullie weer daar. Oké, dames en heren. Wij komen dus aan bij de speeltuin. En ik denk dat het de hoogste tijd is om even te gaan kijken wat ik überhaupt kan zien. Want wat is papi, man? Goed, laten we eens even gaan kijken. En even in die toestellen gaan klimmen. Ik denk dat het wel een verstandig idee is. Oké, we gaan hier even naar binnen toe, man. Oké, en dan gaan we nou kijken. En wacht, wat? Ben je serieus? Er ligt gewoon letterlijk een man hier te slapen? Oh, wacht. Dat is toch die man van de iPhone Store? Duidelijk. Goed, ik moet even kijken. Wat is hier nou precies aan de hand? Goed, laten we verder gaan kijken. Ik denk dat het een verstandig idee is. Oké, mooi. We hebben gesprongen. En wacht, wat? Are you kidding me? Nog een meneer die aan het slapen is. Wat gebeurt hier allemaal? Hoe kan dit ook? Oké, guys. Dit belooft echt niet zo heel veel goeds. Maar we gaan gewoon even verder kijken. Want we moeten wel even iets gaan achterkomen of achterhalen wat er aan de hand is. Misschien moeten we eens even hier gaan kijken. Is er nog eens een buis of zit ik weer naast? Nou, ja, daar is een buis. Oké, 3, 2, 1. En dan gaan we dan. Ouch. Oh, en dat haal ik dus niet. Dat doet wel een beetje veel pijn. Maar ja, maakt niet uit. Goed, laten we eens even in die buis gaan kijken. En wacht, wat? Wie is dit nou weer? Huh? Oké, iedereen ligt hier te slapen. Wat is hier aan de hand? Waarom ligt iedereen te slapen in het speeltuintje? Ik vind het wel een beetje verdacht worden nu. En wacht eens even. Misschien moet het torentje even inklimmen. Ik denk dat dat het meest verstandig is om nu te doen. Nou, daar gaan we dan, hè. Eens even klimmen, klimmen, klimmen. Oké, laten we even omhoog gaan klimmen en kijken wat ik hier tegen kan komen. En als het goed is, zijn we nu bijna boven. Nog 1 keer of 2? Ik weet niet. Ja, eentje nog. En wacht. Ook een mevrouw? Huh? Ik begrijp er letterlijk helemaal niks meer van. Oké, laat ik even naar beneden glijden. Ja. Oké, het is een soort van glijbaan. Maar het is wel in ieder geval duidelijk dat iedereen gewoon neer ligt. Hoe is dit mogelijk? Wacht, laat ik even mijn telefoon gaan kijken. Heb ik misschien iets gemist of zo? Laat ik even naar Instagram gaan kijken. En Instagram, hè? Nee, ik hoef geen nieuw bericht te sturen. En ja, ik heb een Pardoes eentje gehad. Dag Delano. Alle bovenstaande berichten mag je negeren. Oké, mensen, dus jullie moeten allemaal op de onderste berichten focussen. Maar kom naar de nieuwe McDonald's toe. Er staat wat te wachten op je. Duidelijk, we
We moeten dus naar de nieuwe McDonald's toe. Maar wat staat er op mij te wachten? Dan dat vraag ik me eigenlijk ook af. Sommigen van jullie hebben het wel gezien, maar er is inderdaad een nieuwe McDonald's in de game gekomen. En het lijkt mij een goed idee om er even naartoe te rijden. En daar is het dan, de nieuwe McDonald's. Laten we even de auto gaan parkeren en naar binnen gaan. Oké, even zijn achteruit natuurlijk. Ja, dat is wel belangrijk. En het is de hoogste tijd om eens even te gaan kijken. Oké, er zijn in ieder geval twee mensen lekker McDonald's aan het eten. En oh, een hele rij. Oh, laat ik even in de rij gaan staan. Misschien moet ik iets gaan bestellen, maar wat moet ik in de McDonald's doen? Ik durf het niet te zeggen. Psst, hey, kom hierheen. Kom jij hierheen dan? Wacht, wat? Hé, wacht eens even. Is dat Pardoes die er ineens voorbij van komt? Ja, dat is er. Laat ik deze Pardoes even gaan volgen. Want waar is zij naartoe aan het gaan? Of hij, of wat het ook mag zijn. Maar waar is hij dan? En nee, ze is weg. Hij is weg. Ik weet even niet wat het is, maar hè? Oké, in ieder geval duidelijk. Er staat een briefje bij de auto. Waar moet ik naartoe gaan dan? Wacht, ik zie wel iets bij staan. Oké, duidelijk. Dit staat dus op het briefje. Dat betekent maar één ding, dat ik er naartoe moet gaan, mensen. Oh nee, maar het moet wachten tot het 's nachts is. Dus weet je wat? Laat ik even wachten tot het middernacht is. Oké, wij zijn dus bijna aangekomen bij het speeltuintje. En ik denk dat het de hoogste tijd is om even naar binnen te gaan. Aha, kijk, hier is het dus hoor. Laten we even naar binnen gaan kijken. En er is overal licht. Dat is wel heel prettig. Maar hier moest ik dus namelijk zijn. Hè? Maar wat moet ik hier eigenlijk doen? Wat zou ze nu kunnen. Oh nee, ik moet wel niet vast blijven hangen. Ik moet mijn vriendin zien. Ik moet mijn vriendin vinden. Oh, hier is ze dus duidelijk niet te zien. Oké, duidelijk. Misschien is ze hierboven of zo. Ik durf het niet te zeggen. We gaan gewoon kijken. En nee, ook al niet. Maar als ze daar niet is, waar zou ze dan moeten zijn? We hebben nog één buis over. Misschien zou ze daar zitten. En waar zit er trouwens een strandbal hierop? In ieder geval, laten we lekker verder gaan lopen. En eens even kijken waar ze überhaupt is verdwenen. Oh nee, dit is echt niet de bedoeling. Misschien hier ergens of zo. En wacht, wat? Are you kidding me? Oh nee, wat moet ik doen? Ze is letterlijk daar. Oké, wacht. Ik heb een idee. Misschien moet ik even het torentje gaan kijken. Laat ik eens even gaan klimmen. En ik denk dat het wel verstandig idee is om even te kijken waar ze überhaupt aan het uithangen is. Let's climb up. En daar gaan we dan. Oké, nog eentje omhoog. En zal er eventueel. Wacht, wat? Are you kidding me? Pardoes? Oh nee, dit meen je. Wat doet Pardoes hier? Oh nee. Auw, auw. Oké, moet snel weg. Oké, dit is niet de bedoeling. Oké, snel. Moet hij vandoor gaan? Ik zweer, we zijn flink geraakt. Oh, oké, we gaan niet tegen Pardoes vechten. Ik denk dat het een goed idee is. Want ik zweer, Pardoes kan is tot alles in staat. Maar als het goed is, komen we namelijk ergens uit. En huh, wat dit dan betekenen? En zie ik mezelf nou? Hallo Delano. Hey, luister. Kom zo meteen maar eens even lekker een Happy Meal eten bij mij. Want ik heb nou mijn eigen Happy Meal sexy. Wacht, wat? De eigen Deli Happy Meal? Wie ben jij dan? Mijn naam is Delano. Huh? Hoe kan dat nou weer? Delano uit de parallele wereld of wat? Ik geloof er niet zoveel van, want ik ben Delano. Niet die gast die ik net zag. Nou, in ieder geval, we gaan maar gewoon lekker een Happy Meal halen. Ik denk dat het verstandig is. En oh, het is super diep onder water. En kijk maar eens even spartelen. Ik heb geen zwemvlies aan, maar we kunnen wel zwemmen. Laat ik even naar de kust gaan. Ik ben helemaal doorweekt. En ik denk dat de hoogste tijd is om in de auto te stappen. En kijk eens wie ik zie. Daar ben jij dan weer. Hoe gaat het met jou? Ja, goed, Delano. Laten we vandaag even een Happy Meal halen. Want je hebt je eigen Happy Meal sexy. Had het nou verteld? Hoe moest ik dat weten? Stap in. Ja, ik stap al in. Maar luister, hoe kom je ineens bij de dinges terecht? In die glijbaan? Hoe kan dat nou weer? Ik weet het niet. Ik vond het ook wel raar dat ik mezelf zag. Wacht, wat? Huh? Zijn er twee daddy's dan? Daar geloof ik helemaal niks van. Kom maar, je bent Ito. Vertel eens even eens meer over jezelf. Hé, maar ik ben gewoon Delano. Ik ken me er al langer. Ik heb niks speciaals of zo hoor. Huh, maar ben je geen superberoemde superstar of zo dan? Niet dat ik weet. Ja, ik maak YouTube-video's, maar ik vind mezelf niet beroemd. Oh, ja, zeg dat dan. Maar ik moet de toets halen vandaag. Oh, succes. Als jij een 6 haalt of hoger. Of nee, laat ik het zo zeggen. Ik moet strenger zijn. Als we een 7 halen of ja, jij haalt een 7, gaan wij vanavond naar de Mac, oké? Oké, deal. En daar zijn we dan. Bijna weer thuis aangekomen. Ik denk dat de hoogste tijd is om mijn auto te gaan parkeren. En ja, dat is al goed idee, denk ik. Oké, wij komen dus weer bijna terug. En oh, daar is de school. Nou, in ieder geval, je bent weer op school. Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik. Nou, veel succes met je toets, jongen. Niet zo agressief, hè? Oké. Nou, hij is ondertussen lekker naar school toe. Ik ga even lekker even iets opsteken buiten. Dus ja, het is best wel warm op dit moment. Ik ga even de vlag opsteken. Hey, wie denk je wanneer wie je bent? Je bent de stomste YouTuber ooit, hè? Hè, wat denk je wel niet? Hè, pas maar op, hè. Hier, pak je even goed aan, hè? Ik ben bouwvakker, vriend. Wie denk je wanneer wie je bent? Huh? Doe eens even rustig, jij. Dan kun je niet beginnen zo tegen mij, hè? Ben je wel lijp of zo? Nee, je bent niet lekker in je hoofd zeker, nee, als je dat doet. Hier, alsjeblieft, zeg. Hier kan ik dus echt niet tegen. Zulke mensen die denken grote mond te hebben. Hier, dit kun je krijgen van mij. En nog even zeker te weten, hè? Bouwvakker. A wannabe. Niks tegen mij beginnen, vriend. Laten we even lekker naar huis gaan. Ik denk dat dat een verstandig idee is. Deze meneer is lekker een dutje aan het doen. Ik weet niet hoe lang hij hier blijft liggen, maar ja, dat heeft hij wel verdiend ook, hè? Weet je wat? We gaan even extra veel gas geven en dan komen we zo thuis. Eén ding, ik heb niet mijn eigen Happy Meal. Maar hoe kan het nou ineens zijn dat mijn eigen Happy Meal er is? Ik heb niet eens een handtekening gezet. Of is het soms mijn kloon? Want ik vind het wel heel raar. Dat een kloon van mij. Hoe is dat mogelijk? In ieder geval, wij komen thuis aan. Ik denk dat de hoogste tijd is om even lekker de auto neer te zetten, denk ik. Oh, pas een beetje op, jongens. Either way. Ja, lekker. In ieder geval, wij komen weer terug thuis aan. En ik ga even de auto lekker even parkeren, denk ik. Want ja, ik moet even mijn vriendin spreken en dat soort dingetjes. Misschien ga ik mijn vriendin even meevragen naar de McDonald's. Ik denk dat het wel een leuke idee is. Ja, leuke idee, man. McDate. Ja, het kan. Soms heb je wel zin in een soft ijs. Maar ik eet eigenlijk nooit meer Mac of zo. Ik weet het niet. In ieder geval, ik ga even vragen aan haar of ze mee wilt. Hey, lieverd. Ik kom even kijken hoe het met je gaat, hoor. Hoe gaat het dan met jou? Ja, mij gaat het goed. Ik heb een verrassing voor je. Want ik heb vanavond iets gereserveerd samen. Oh, wat heb ik gereserveerd dan? Wij gaan vanavond lekker met z'n tweetjes uit eten. Lekker schattig en romantisch. Ah, dat is heel fijn. Ja, in ieder geval, laten we lekker met z'n tweetjes samen gaan eten, toch? Ja, dat klinkt als een goed idee. Alleen laten we wel bij de Mac gaan eten. Bij de Mac? Weer die gore McDonald's? Ik heb iets beter gereserveerd. Wat heb je nou weer gereserveerd dan? Een super deluxe restaurant.
vanavond. Maar ik heb vanavond een afspraak staan. Je weet toch hoe Bram is? Oh, dan Lalo, weet je, ik heb met mijn vriendin. Succes, schat. En veel plezier met je etentje. Ja, het komt iedere keer niet uit. Het is al de zoveelste keer. Als jullie de afleveringen van McDonald's al hebben gezien, dan weten jullie hoe vaak dit al voorkomt. Every day it's the same song, man. The same freaking song. En het is tijd om even eruit te gaan. En even die rode noten te pakken, want we gaan eens even een stukje rijden. Ik ga even, denk ik, even dingen ophalen van school. Want ja, Bram heeft waarschijnlijk wel honger gekregen. Of als jij zegt, ik weet wel zeker dat hij honger heeft gekregen. Laat even een flip gaan doen. Gaat het mij lukken om een salto te doen in de lucht? Ik ben benieuwd. Oké, laten we proberen, ja? En oeh, nee. Oeh, ja, het is gewoon gelukt. Dit is de super deluxe salto op 2.0. Oké, fijn. Hey, pas een beetje op, meneer. Je zat dat ik aan wil invoeren, jongen. He, ik kom van rechts, vriend. Oké, dat geldt natuurlijk niet op snelweg. He, dat is toch een beetje raar. Het lijkt niet eens op snelweg. Ik bedoel, je ziet gewoon letterlijk twee kanten rijden. Als er een snelweg is, dan zit er waarschijnlijk zo'n barricade voor. Maar dat is nu niet zo. Maar we zijn wel super snel in deze rode auto, hè? Maar dat maakt niet uit. We gaan het even lekker rijden. Hoepa, 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 hoepa. Hey. En ik heb een liedje voor jullie neurien. En ik ben benieuwd of jullie het liedje kennen. Laat het liedje achter in de comments als jullie neurien. En degene die het goed hebben, krijgen namelijk een hartje op een reactie. Oké, welk liedje is dat? Laat even achter in de comments. En we zijn dus bijna aangekomen bij de juiste school. Want ja, op school moet je natuurlijk gaan leren. En laten we even kijken of we iets kunnen betekenen hier. En hey, kijk eens uit, jongen. Dat is slinger op de weg. Jouw schuld, jongen. Ik kan niks aan doen, hè? Het is altijd de schuld van een ander. Maar goed, ik zet even de notto neer en we gaan even naar de dingen toe. Want ik wil even kijken waar Bram is. Laten we er even overheen gaan jumpen, want ik ben wel benieuwd. Brammetje, waar is Brammetje? Waar is Brammetje? Is Brammetje nu weer eens op school? We gaan naar binnen toe. We gaan naar binnen toe. En het glas ligt overal. Oh, dit is echt een fout taboe. Gewoon. Zelfs de speeltuin waar ik gisteren was met Mitchell zag er nog beter uit. Ik weet niet of jullie de video hebben gezien op Delhi, zeg maar. Het bordspel in het echte leven, terwijl leven het bordspel. Laat even checken. En trouwens, over Delhi gesproken. Wat vind je van dat ik nieuwe content doe? Want ik ben van content geswitcht. Ik ga geen horrorvideo's meer maken, of tenminste veel minder dan eerst. En ik kan nu vooral dit soort dingen doen. Laat even achter wat jullie ervan vinden. Sterker nog, ik denk dat er geen beter moment is voor content te switchen. En wat is er aan de hand? Hey. Hè? Huh? Wat is er gebeurd? Hè? Huh? Hallo? Oh nee, wat is er gebeurd? Ik hoorde wat. Oh, is eentje lager of zo? Hè? Huh? Hoe kan het nou weer? Dan moet ik eentje naar beneden springen. Dat is het enige wat ik kan doen. Waar komt een stomme geluid nou weer vandaan? Is het hier? Huh? Wat gebeurt er? Hey, stop er eens mee. Zijn jullie wel lekker of zo? Hey, dat kun je niet doen. Hey, stoppen jullie, hè? Zijn jullie lijp geworden of zo? Jullie zijn echt gemeen. Dat kun je niet maken, vriend. Hier, dit is wat we met jou doen. Laat Bram eens met rust, joh. Jullie zijn echt gemeen tegen hem. Ik meen het. Hè? Huh? Jullie zijn echt gek geworden. Waar is Bram nu weer? Oh, ik weet niet waar Bram is. Oké. Even mooi aanpakken deze handel. Nee, Bram. Waar is Bram? Bram is eens weg. Dit kan toch niet? Oh nee, Bram, ik hoop dat je even stop bent. Wat denk je van die? Dit is een stomme clown. Dat meen je niet. Wat een enge bende hier zo. Laat ik snel vandoor gaan. Ik denk dat het de hoogste tijd is om even lekker naar buiten te gaan en even de notto te pakken. Alright, ik denk dat het de hoogste tijd is om even lekker over het hek in te springen. Ja, dat is het ook. En dan gaan ze even naar de auto toe, waar Brammetje ook in zit. En dat is wel heel prettig. Goed, het is de hoogste tijd om even lekker in te stappen. Let's go. Bram, wat was er eigenlijk aan de hand? Luister dan, ik werd letterlijk aangevallen door een paar van die gekken of zo. Ik weet niet wat het precies was, maar het is even verschrikkelijk. Het doet super veel pijn. Dat begrijp ik, Bram. Hey, luister, ik ga even naar papa en mama toe, want daar heb je hem te halen. Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurt. Maar ja, weet je, om te verwerken gaan we dat op deze manier doen, ja? Hartstikke hyperdown, Delano. Ik zweer het je. Ik had echt een 9 gehad voor de proefwerk. En hun had maar 4 gehad. Dus we gaan ruilen voor cijfer. Maar ik wou dat niet, omdat ik naar de McDonald's wou. Dat begrijp ik. Al moet ik wel zeggen dat je leven iets belangrijker is dan McDonald's. Maar ja, probeer er wel een beetje op te letten, Bram. Ik begrijp het, maar ga dan papa even vragen. En pas dan eens even op, jongen. Je kunt niet meer rijden. Wat is met jou aan de hand, joh? Bij mij is er niks aan de hand, hoor. Laat ik even de notto neerzetten en ik ga even kijken, ja? Oké, tot straks, Delano. Tot straks, Brammetje. Het is de hoogste tijd om even lekker naar binnen te gaan. Oké, en daar zijn we aangekomen, hoor. Hey, papi. Ja, mami, papi, papi, mami, mami. Wil je McDonald's of niet? Ja, doe maar 4 Happy Meals voor mij. Of jij in totaal, want jij, Bram, ik en mijn vader. Inderdaad, lekker, doe maar. Gaan we regelen, papi. Het is de hoogste tijd om lekker de auto in te stappen, want we gaan naar een andere McDonald's doen die we gewend zijn. Maar ja, dat is wel een goed moment daarvoor ook. Oh my god, it's a good momento daarvoor, Brammas. Ze willen ook McDonald's. Oh, fijn. Nou, dan weet ik ook wel hoe lang ik moet wachten. Hé, niet zo ongeduldig, jongen. Je hoeft niet zo ondankbaar te zijn. Ik betaal alle McDonald's voor iedereen. Kom op. Ok, boeit me niet. Gaan we zo beginnen, Bram? Als je toch zo gaat beginnen, laat ik het lopen. Ik krijg ook geen McDonald's meer, hè? Oké, sorry. Ik heb gewoon een lastige dag gehad vandaag, weet je? Ja, niks met schaften met die lastige dag van je. Het is verschrikkelijk, maar zo ga je niet doen, oké? Oké, is helemaal goed. Duidelijk. En dan zijn we dan bijna bij de gele M aangekomen. En daar moet het dus zijn, hoor. De gele grote M. Ja, hoor. De letter M van mama. Nou, leuk. Laten we naar binnen gaan. Ik even Mac halen voor jullie. Tot zo. We gaan dus even naar de McDonald's doen, want ze hebben allemaal honger gekregen, natuurlijk. Dat snap ik wel. De maagjes moeten weer gevuld worden. Meneer, zou ik alsjeblieft 4 Happy Meals in totaal mogen? Oké, ik vind het goed. Dat kost je dan geld. Geld? Hoeveel geld? Gewoon geld. 50 euro.
euro. 50 geld, huh? Oké, okay, nou bij deze, 50 euro alsjeblieft. Dankjewel, nou wegwezen. Zeg, je bent met de verkeerde benen in bed gestapt of zo. Mijn god, zeg, zijn ze niet blij met de campagne van mij? Wat is het nou iets? Als je maar niet mag, mag je het ook gewoon zeggen tegen mij, hoor. Maar je gaat niet dit tegen me doen, alsjeblieft. Laat even lekker extra veel gas geven. En het is de hoogste tijd, want die hebben we op te eten, denk ik, Bram. Ja, en overigens blijft gewoon langer licht buiten op dit moment, want normaal is het donker. Ja, Bram, dat vind ik ook altijd een beetje heel erg lichtjes op dit moment. Maar weet je, ik ga even naar mijn ouders toe. En wat heb je trouwens voor Happy Meal speeltje gekregen? Kun je het even zo vertellen? Eens even kijken hoor. En wat heb ik nou gekregen? Slenderman? Wacht, wat? Ik heb Cybernet gekregen. Zo stiekem even kijken wat papa en mama hebben gekregen. Ja, papa heeft Cartoon Cat gekregen en mama heeft Annabelle gekregen. Oh, oké. Okay, nou ja, duidelijk. Dan is het maar goed. Oh, daar is Slenderman, Cybernet, Cartoon Cat en Annabelle. Ja, ja, we kennen allemaal dat liedje nog. Het is best wel bijzonder, want als ik op straat nog loop, wordt dat liedje nog steeds gewoon af en toe wel eens gezongen, weet je wel? Die kinderen die ineens gewoon op schreeuwen. Oh, daar is Slenderman. Ik vind het bizar dat het nog steeds gebeurt, maar ik vind het wel grappig. Wij zijn dus weer bijna thuis aangekomen en ik denk dat de hoogste tijd is om de auto te gaan parkeren. Dus laten we even de auto binnen gaan zetten en ja, dat is wel een goed idee. Jongens, ik ben weer thuis. Ik ga even naar binnen toe, Bram. Oké, helemaal goed. Leuk om te horen. Oké, pa, ma, is alles oké met jullie? En wacht, wat is met jullie gebeurd? Ik wil die Happy Meal aan jullie geven. Huh? Wat is met papa en mama gebeurd? Dat meen je niet. Pa, ma, is er maar boven misschien? Leven ze nog? Wat is er nou weer? Wie zit hierachter, hè? Oké, nou is het tijd om even de waarheid te geven. Hé, wat denk je wel niet? Hé, Ronald, wie denk je wel niet wie je bent? Hé, stoppen jij. Hé, dat gaan we niet doen, hè? Wie denk je wel niet wie je bent? Oh, nee, ik raak de muur. Oké, even afstand bewaren, want ik denk dat dat het meest verstandig is. Zo, en geen trappen geven, ik wil slaan. Ja, maar dat gaat dan niet, bro. Nu sla ik de muur. Hé. Die gaan we niet gebeuren, hè? Kom dan, hè, Ronald? Hey, stoppen jij. Hier, bam. Dit is wat we met jou doen. Alsjeblieft, hè. Ik hoef geen trap te geven. Ik geef je gewoon een paar honkbalknuppels slagen en dan ben je neer. Oké, dag. Heeft Ronald McDonald's nou serieus te pakken gehad? Wat er iets stoms, zeg. Nou, Bram, ik denk dat het hoogste tijd is om te gaan. Bram, is als ik. Wacht, was Bram nou weer? Hè? Hoe kan het nou weer? Ik zie Bram nergens zitten. Ah, moet ik niet zo eigenwijs zijn. Als ik zeg aan dat hij in de auto moet blijven zitten, moet hij in de auto blijven zitten. Hij moet echt niet denken dat ik kan vluchten, hoor. Ik vind er niks aan dit. Hoe het spelletje went of keert, we gaan even lekker naar huis doen. Dus even kijken of alles in orde is. En daar zijn we dan bijna thuis aangekomen. En ik denk dat het hoogste tijd is om lekker die auto te gaan parkeren. Want ja, dat is wel de beste tijd ervoor. Want de auto hoort natuurlijk in het hokje thuis. Over een palmachtig hok gesproken. Ik heb een hele mooie hok hier zo. Een mooie hondenkot, wat vind je daarvan? Goed, laat ik even naar binnen gaan. Ik denk dat het hoogste tijd is. Lievert, ik ben weer terug thuis. Ik ben nog een stuk vroeger dan gedacht thuis. Lievert, waar ben je nou weer? En wacht, Lievert? Is Lievert die in het water of zo? Lievert, je bent even stopt in mijn spelen. Alsjeblieft zeg. Ga niet doen dat het weer als de vorige keer is, want daar ben ik niet blij mee. Lievert, en Lievert, waar is ze nou weer gebleven? Wat is er voor iets stoms? Laat ik even snel vandoor gaan, want ik heb weer niks meer te zoeken. Naar buiten toe met die handel. Wacht, ik zie een cassette dingen liggen. Beste Lano, ik hoef er niemand te zien. Ik ben echt de stomste jongen die ik ken. Nou, fijn dit. Nou, dan gaan we snel vandoor, hè. Wat is dat voor lichtgevend iets trouwens, hè? Dat heb ik hier nog niet eerder gezien. Ben ik nou gek aan het worden of is het de eerste keer dat ik iets lichtgevend zie, hè? Wat is dat? Huh? Wacht eens even. En nu is het daar weer. Wat is dat voor iets raars dit? Ik begrijp het niet helemaal. Hoe komt dat licht hier zo? Oké, ik begrijp het niet helemaal. En nou is het weer daar. Hè? Huh? Nee, het zal niet voor wel. Voor mij is mijn illusie heel sterk. Maar het is wel heel mooi dit, ouwe. Dat is echt een vaat. Wow, en nu is het wel ineens boven mij. Hè? Huh? Hoe kan het ineens boven het huis zijn? Ik begrijp er niet heel veel van. Het is de eerste keer dat ik het zie. Maar goed, het zal wel goed zijn. Ik had lekker het huis even verlaten. En als ik hier inderdaad kijk. Wauw, die lichten zo. Het lijkt wel Rainbow Road. Hoe is het ook mogelijk dat het zo mooi eruit ziet? Ik heb het nooit zo mooi gezien hier zo. Maar laten we lekker even gaan rijden. Hoe je het ook bent of keert, ik moet mijn schatje liever al even aanspreken. Want ik ben echt niet blij met het gedrag en wat er allemaal gebeurd is. Dus ik ga er even naartoe rijden. En ja, we geven extra veel gas om extra snel aan te komen. Want hoe sneller we rijden, hoe sneller we er ook aankomen natuurlijk. Ja, duh, tuurlijk. Maar hè? Wacht eens even, wie is dat nou weer? Ik zweer het je, die Lano is echt stom hoor. Echt, ik heb er niks mee te maken. Als ze zo gaat beginnen, daar hou ik helemaal niet van. Weet je, het is klaar. Want hier wil ik niks mee te maken hebben. Ga maar even lekker zwemmen, hè? Toink. Dag, dit kun je krijgen van mij. Komen dat jullie... Ja, oké, mister, ze hebben overleefd, maar meer krijgen ze van mij niet. Kunnen ze gelijk nadenken wat het gevolg is ervan. Maar goed, weet je, laten we even extra veel gas gaan geven en even op tijd thuis komen. Of nou ja, bij die McDonald's moet ik eens even kijken waar dit over had. Om 3 uur s'nachts gebeurde er wel blijkbaar dingen. Het is al 3 uur op dit moment. Het is echt al super laat. Ik weet niet of ze zo laat doet, maar blijkbaar kan het allemaal. En daar komen we aan, hoor. We zijn weer terug thuis aangekomen. Hartstikke mooi. Laat ik even de auto neerzetten en ik even naar binnen toe. Want nu is het even tijd om te kijken wat er gebeurd is. Want ik vind het echt een hele rare situatie. Ik begrijp er niet heel veel van, maar weet je, het komt wel goed. Laten we even niet gaan stressen. Zo, het is de hoogste tijd om te kijken. Hallo, is alles oké met jullie? Hallo, is alles oké? En wacht, wat gebeurt er? Hey, stop er eens met jij. Die gaan we niet doen, hè, vriend? Hey, wat denken we niet? Wie denken we niet wie je bent? 3, 2, 1. En gaat dat lukken, 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 lukken? Ah, oh, dit is echt... We hebben het gewoon geraakt. We zijn nog geen minuut bezig en we krijgen nu al gewoon een strafpunt. Oh, dit is echt niet best. Oké. Weet je, maakt er niet uit. Laten we gaan kijken. En ik moet even de auto pakken om zo... Ben je dit serieus? Alleen maar rode auto's? Hebben ze dit nou serieus gedaan of is het een grapje? Het is een grapje, toch? Nou, ik geloof helemaal niks van... Oké, laat die proberen erin te komen. Gelukkig. We moeten die nog meer strafpunten krijgen.
want we mogen de kleur rood niet aanraken, anders gaan we dood. We hebben 3 levens en de eerste leven is al verspild. Oké, nee, dit meen je niet. De logos van de McDonald's staan op het raam. Hoeveel reclame wil je maken? Gaan we proberen open te doen, ja? Oh, dit wordt lastig. Oké, daar gaan we. Oké, net niet geraakt. Gelukkig maar. Goed, ik ben binnen. En oh, zie je die rode strepen? Daar moeten we oppassen. En we kunnen hier niet binnen eten, want de stoelen zijn rood. Alles is hier rood. We gaan het proberen overeen te springen. 3, 2, 1, go. Zo, oké, gelukkig maar. Meneer, ik heb een vraagje. Zou ik alsjeblieft een Big Mac menu mogen? Wat doe je raar, jongen? Waar spring je over die rode lijn heen? Ik mag de kleur rood niet aanraken. Dan kan ik je ook een ketchup op de Big Mac menu meegeven. Ik ben blij dat je dat zelf inziet, maar dankjewel voor de Big Mac. Goed, en nu moeten we ook weer terug gaan. We gaan het proberen overeen te springen. Oké, gelukkig. Oké, daar gaan we weer hoor. 3, 2, 1. Oh, gaat het open? Ja, oké, we hebben het net niet aangeraakt. Gelukkig. Ik dacht, oké, we gaan even risico nemen. Maar het risico is gelukt. Moeten we oppassen voor die rode container, want ook die container is rood. Maar we laten proberen weg te rijden. Ik denk dat het de hoogste tijd is. En waarom heb ik trouwens het tablet achter mijn rolstoel? En... Nee! Oké, gelukkig heb ik hem niet aangeraakt, maar de rolstoel. Goed, weet je, dan ben ik ook nog niet dood. Ik ben echt gesetteld in de rolstoel. Mijn armen komen er niet tegenaan. Maar gelukkig, we kunnen wegrijden. Dat is de enige auto die ik kan pakken, want alle auto's zijn rood. Ik weet ook niet waarom, maar het is toch super raar. Het lijkt alsof ze mij willen pesten. Oké, moet oppassen, we mogen die rode stoel niet aanraken, want nu mogen we geen rode dingen meer aanraken. Oh, hoe ga ik dit doen? Hoe moet ik hier overheen komen? Nou, niet... Oh, gelukkig. Ik heb alleen maar mijn voet aan. Net niet aangeraakt. Oh, dit is echt het beste. Waarom is alles rood? De stoep is rood. Dan moeten we proberen een omwegje te doen. Want we proberen er overheen te komen. We mogen niet overheen rijden. Ik heb tot nu toe nog geluk gehad. En oké, het stoplicht is rood. Kan ik dan wel door het rode licht heen rijden? Of hoe zit dat nou precies? Eens even wachten. Gaat hij nog groen? Alsjeblieft. Want ja, we raken niet aan. Dus de challenge is niet aanraken. Ah ja, dat kan wel gewoon. Oké, geen probleem. Dus door rood rijden kan wel. Maar we moeten oppassen voor de stoepen en alles om me heen. Want alles is rood. De kleur van jouw liefde. Of nee, de kleur van jouw lippen. Toch, hoe gaat dat liedje ook alweer? Ik weet het niet. En volgens mij ging ik ook wel soort van over rood heen. Of is dat net niet rood? Ik heb nog niks gezien. Maar ik moet een beetje oppassen. Laten we de volgende challenge uitvoeren. Want wat wordt de volgende challenge die ik niet mag doen in het rood? Ik weet niet wat er gebeurd is. Maar ik ben eerst geteleporteerd naar hier toe. Welke gaan we kiezen? We kunnen voor de crazy one van. Maar de crazy one is rood. Dat mag niet. Laten we van de gele afgaan. Goed, weet je, zeg maar één keuze. Daar gaan we dan. Oh nee, daar gaan we glijden. Maar hè, wat doe ik hier eigenlijk? En wat is de bedoeling van de challenge? Ik denk dat ik erachter moet komen. Maar we mogen de kleur rood als deze niet aanraken. Dat is de hoofdchallenge. Maar een challenge in een challenge. Snap je wat ik bedoel? De challenge is rood niet aanraken. Maar de andere challenge is dat we hier moeten ontsnappen, denk ik of zo. Ik weet het niet. Wat is dit eigenlijk voor plek? En oh, ik zie het al. Wacht, waarom is iedereen rood? Natuurlijk, al die guard en bambas zijn dus rood. Oh, ze staan dus overal. Wat? Ze staan dus overal om me heen. Wat is er voor iets stoms? Gaan ze niet achter me aanrennen? Oké, ze staan er allemaal wel. Maar wat doen ze hier ook allemaal? Ze doen letterlijk helemaal niks. Ze staan daar maar gewoon een beetje. Ja, wat moet ik er dan nog mee, hè? Goed, laat hier even ontsnappen. Want dit is in ieder geval nog een makkelijke missie. Ik zie ze overal staan. Maar ik moet wel uitkijken dat we niet tegenaan lopen. Ik moet alleen proberen hier weg te komen. Alleen hoe ga ik dat doen? Oh, die guard en bambas die kijken me ook allemaal aan alsof ze me water in branden. Ik weet het niet, maar... Goed, hè, is er geen auto of zo te bekennen? Wat is de bedoeling? Ik weet het even niet. Goed, weet je, ik zit dus hier overal guarden bamba staan, maar ze doen letterlijk helemaal niks. En gelukkig, ik loop er zo over geel heen. Maar schat, ik denk dat de afleiding is, want ze proberen me af te leiden over rood heen of zo. Nou, helaas voor hun, en oh, daar is ook al iemand, laat maar zitten. Maar helaas voor jullie, er is niks, want ja, oh, de fiets is gelukkig, oh, gelukkig oranje. Dat is een positief iets, want dat betekent maar één ding, dat we gaan eraf moeten stunten. Ik denk dat dat de optie is, toch? Nou, in ieder geval fijn, want als het goed is, kunnen we dan landen. Oh, pas een beetje op. Oh, we moeten sneller. Oké, mogen die rooien niet aanraken. Oké, gelukkig. Kijk eens, hey, is dit opdracht? Nou, oké, gaan proberen het zwembad te landen, want het zwembad is blauw. En ja, blauw betekent positief. Oh, wacht, wat ben ik aan het doen? Ik ben aan het walfietsen. Oké, dit is oprecht heel cool trouwens. Kijk dan. Oh, oké, ik ben gewoon letterlijk aan het walrijden hier. Oké, gaan we landen? Oh, gelukkig. Niet op het rood. Ik was wel bang dat ik op het rood ging landen, want als we iets verder waren geland en we zien rode auto's, we moeten een beetje oppassen, want dit is echt wel gevaarlijk. Oké, we gaan even wegfietsen. We hebben in ieder geval een fiets en dat is op zich al een hele upgrade. Maar ik zie dus over een rode auto, daar heb je een rode auto, daar heb je een rode bankje. Overal is rood. Ja, moeten we een beetje oppassen. Maar ja, geel is ook veel van, hoor. Maar ik denk dat we niet aan het opletten zijn daarin. Dus ja, een beetje opletten, Dylan. Want we mogen niet neer. Oh, die bus is ook rood. Dus we mogen die bus ook niet aanraken. Maar die lampen van die auto's zijn dus ook rood. Alles is rood. Maar als het goed is, krijg ik zo een volgende challenge. We hebben dit in ieder geval overleefd. Wij zijn dus aangekomen bij de volgende challenge. En ik moet dus iemand redden. En wie moet ik eigenlijk redden? Daar gaan we snel genoeg achter komen. Maar in ieder geval, ik wil nog een keer erheen. Want eerlijk, dat gaat best wel goed. We mogen alleen de randen niet aanraken. Want de randen zijn rood. En diegene die boven die toren zit, is dus blijkbaar ook ergens. Alleen, ik moet een beetje oppassen. Want zoals je ziet, zijn alle torens dus rood. Oké, kunnen we hier naar boven klimmen? Ja, dat kan. Oeh, pas een beetje op. Oké, dat kan. Maar we moeten echt uitkijken hier. Want als we die rode aanraken, zijn we hartstikke af. En moeten ze door al die speeltoestellen heen. Oké, gelukkig is dit allemaal geel. Oké, gelukkig. Wat doe ik nou ook? Oh, gelukkig ben ik op een plateau geland die groen is. Maar we moeten echt uitkijken. En oh nee, hoe gaan we dit doen? Oké, 3, 2, 1. En gaat het lukken? Och, ja. Oké, gelukkig man. Want anders hadden we dat rode aangeraakt. En dat is niet echt handig of zo. Nee, oké, hier moet dus niet zijn. Ik weet niet wat het is. Ik ben geen hamster. Hallo. En gaan we hier naar beneden toe? Oh, net niet. Oké, mooi. Want we moeten die toren in. Oh, hoe ga ik dit doen? Oké, hoe ga ik dit doen? Oké, we gaan proberen. 3, 2. Nee, dit wordt lastig. 3, 2, 1. Oh, dit is niet handig.
Ik heb nog maar één leven, jongens. Oh, gelukkig kan ik wel opstaan hier, maar je zag het al. We're all waste. Oké, maar we moeten hier proberen op te komen. Alleen, hoe gaan we dit doen? Zonder het rode aan te raken hier. Oh, nee, pas op wat je op. Oh, gelukkig. Oh, ik had gelukkig nog een beetje geluk had hij mee. Maar oké, gelukkig. Oké, we kunnen via het groene erop. Dat is mooi. Maar het rood net niet aangeraakt, hè, waarschijnlijk. Mensen hebben het niet zo gezien. Oké, en top. En ik moet een kat redden. En die kat is in ieder geval gelukkig geen rood. Oh, dat is wel fijn. Maar ja, heb je ook wel eens een rode kat gezien dan? Wel een rode hond. Hoe heet die film ook weer? Laat even weten als jullie weten welke film ik bedoel met de rode hond. Maar like even van deze video. Anders is het grote kans dat de rode hond straks achter jou aan zit. En nu is het hoogste tijd om naar beneden te gaan. Ik moet alleen een beetje oppassen. Dus hier moet ik er vanaf. Ja, oké, top. Dat lukt. Goed. En hier ook. Oeh, oké, net. Oké, kan het hier ook. Gelukkig spreekt via dat groene eraf. Dat is ook wel fijn. Daarom dat ik ook net niet dood was. Ik raak dat groene aan om naar boven te klimmen. En dan gaan we uit de gat springen. Ja, ah. Oeh, net. Ik heb net niet geraakt volgens mij. Tenminste, ik niet in ieder geval. Oké, dan moet hier ook afspringen. Gaat dat lukken? Oké, ja. Cool. Kijk. Oké, en we hebben het gehaald, jongens. Dat betekent dat opdracht 3 ook geslaagd is. Ja, oké, ik heb maar één leven over. Dus ik moet er heel voorzichtig zijn. Ik wil die nog een keer rood aanmaken. Want anders tot de video. Wij zijn bij de volgende gebouw aangekomen. En dat is een live in fodder. Er is alleen één probleem. Ik kan niet naar binnen toe terwijl ik in mijn McDonald's moet bezorgen. Ja, ik ben van Uber Eats, jongens. En pas een beetje op. En mag die rode mag niet aanraken. Maar hoe ga ik dan binnen moeten komen? Ik werk bij Uber Eats en ik mag dus niet zomaar hier naartoe komen. Oké, pas een beetje op. Laten we over die sploeter gaan springen. Ja, oké, top. Even over die stoeprand heen springen. Dat is misschien het beste. Ik moet even kijken. Is er misschien een geheime doorgang waar ik naar binnen kan? Die niet rood is. Want de vloermat is rood. En rood betekent dood in mijn geval. En dat wil ik dus niet. En hier hetzelfde geval. Want die andere doorgang heeft dus ook een. Nee, dat is echt niet leuk, man. Allemaal rode muismat of een rode mat. Ja, dat is gewoon niet fijn. Oké, misschien kan ik via hier naar binnen. Ah, kan ik hier naar binnen toe? Of nee, dat gaat niet. Oké, we moeten kijken of misschien een andere doorgang is. Ik denk het haast wel, maar waar ook alweer? Dat is een beetje lastig, man. Er is verder geen andere deur, dus ik moet even deze deur proberen open te blazen. Ik denk dat wel een goed idee is. Je zou maar bij Uber Eats werken en een CV nodig hebben om de deur eruit te blazen. En ik moet dus wel afstand bewaren. Dat is alleen één ding. Ik mag het rode ding niet aanraken. Goed, weet je? Laat ik even kijken. Gaat hij nu wel open? Top. Hey, de deur doet het. Oké, mooi. Laten we naar binnen gaan. We zijn hier van binnen gekomen. Oké, pas wel een beetje op voor die rode kar. Want als die aanraakt, ben ik ook wel pas voor die rode muur. Anders gaan we nu wel weer verliezen. Oké, komen we binnen. Komen we binnen. En ja hoor, we zijn dus binnen. En oké, waarom staat er een medewerker hier? Ik snap ineens van. Ah, ik denk dat ik begrijp. Ik mag het niet aanraken. Ook die brandblus niet. En die meneer niet. Waarom staan ze allemaal zo in een pad? En nog al eentje. Laat die gewoon naar boven gaan. Ik denk dat het een goed idee is, maar we mogen die rode meneer niet aanraken. We moeten voorzichtig zijn. Alleen, hoe ga ik dit het beste doen? Dat vraag ik me eigenlijk wel echt af. Oké, die rode meneer staat dus weer buiten daar. Oké, kunnen jullie naar beneden springen voor zometeen? Ja, dat kan. Maar ja, we moeten gewoon even McDonald's gaan bezorgen. Dus ja. Uber Eats hier. Heeft iemand McDonald's besteld of niet? Nee. Wat is nee? Kan iemand mij dat even uitleggen? Nee. Heb jij McDonald's besteld of zo? Oh nee, oké, snel wegwezen hier. Oh nee, wordt achterna gezet door een clown. Oké, dat is echt niet de bedoeling. Oh nee. Oké, snel, moeten weg. Want als hij me aanraakt, dan ben ik echt een sjaak. Ik dacht, ik wil even McDonald's gaan bezorgen. Oh, pas een beetje op. Oké, volgt hij mij of niet? Oké, hij zit wel achter me aan, zeker of niet? Oké, pas een beetje op. Hij gaat zien. Ah, daar is hij. Oké, snel naar buiten. Oké, mogen niks aanraken. Oké, waar ga ik naar buiten moeten gaan? Oké, hier, gelukkig. Oké, snel. Want anders. Nee, hij is daar. Oké, snel. Oké, we zijn buiten gekomen. Gelukkig maar. En die clown zit nog steeds achter me aan. We moeten hier wegkomen. Hij mag me niet aanraken. Want als hij me aanraakt, dan is hij echt een sjaak. Oké, moet een auto pakken. Oké, pak maar even rennen. Een willekeurige auto. Ik zweer het. Wow. Praat is moeilijk geworden, man. Oké. Oké, gelukkig. Ga redden vandoor. Mooi. Oh, dit is wel heel erg spannend dit. Hij heeft me bijna aangeraakt, die clown. Oké, hij zit nog steeds achter me aan. Maar ja, wij zijn veel sneller. Dat betekent dat we veilig zijn. En we hebben tenminste een auto te pakken. Alleen mogen die kleuren nu niet aanraken. Ook die rode auto's niet. Want als die aanraakt, ben ik nog steeds een sjaak. Gelukkig maar. Ik ben niet van veilig en daar ben ik wel blij mee. Maar wat gaat mijn volgende opdracht eigenlijk zijn? En wij komen dus bijna aan op de laatste plek. En oh, ik ben dus heel erg benieuwd wat ik kan verwachten. Het is de final challenge. En ik hoop dat ik het haal. En ja, ik moet proberen wel weg te komen hier. Dat is wel het enige wat ik moet proberen. Maar goed, dan moet ik dus hier even naartoe. Want ik moet dus namelijk weer een lading afgeven. Maar aan wie eigenlijk? Is de baas hier toevallig aanwezig of niet? Oh, pas wel een beetje op van rood. Gelukkig zijn er wel geen lijn tot nu toe. Maar die zakken zijn rood. Als die zakken raken, ben ik ook dood. Snap je? Rood is dood, zeg ik altijd. Letterlijk, het rijmt ook nog eens. Maar goed, we zijn tot nu toe nog heel erg zorgvuldig bezig. Dat doen we heel goed op dit moment. Maar hey, laten we wel een beetje oppassen, hè? Oké, laat hier even oppassen, want we mogen niet op het rode ding aankomen. Oké, gelukkig maar. Gelukkig niks aangeraakt van rood. Want er liggen wel rode platen nu op de grond. Oké, mooi. Zo, kijk eens aan. Oké, laat hier even overheen slimmen. Ik denk dat het handig is. Ja, pas een beetje op, want het staan rode etiketten op. Rode etiketten betekent neer. En dat willen wij dus niet. We willen niet neer, maar we willen verder. Want ik ben beer. Oh, wacht eens even. Hoe gaan we dit overleven? Oké, en we worden achterna gezeten. Oh, wacht, weg. Oké, snel. Laat hier vandoor gaan. Ik denk dat het verstandig idee is. We mogen niet aangeraakt worden, want Garden Bamba zit achter me aan. Hoe gaan we dit doen? Oh nee, we worden bijna aangetikt door Garden. En dat mag niet, we mogen niet aangetikt worden. Oké, we moeten uitkijken voor die rode platen. Oh, ze hebben een rode plaat neergelegd. Oh, gelukkig. Oké, net op tijd. Oh, ze waren echt geraakt. Ik meen het. Net niet. Oké, snel. Laten we wegwezen. Maar ja, maakt niet uit. Oké, daarom zijn we ook rode platen.
platen mogen niet aanraken. Alle rode platen vermijden. Oké, top. Dat ziet er nog allemaal goed uit. Oké, gele platen. Nee, kippen, jullie zijn er weg. Oh, ze zitten nog achter me aan, zeker of niet? Ik zie ze niet meer. Oké, voor mij ziet het er wel goed uit nu. Oké, zijn ze nog? Oh, dit is niet meer. Oh, daar zijn ze. Oké, laat ik snel weggaan. Oh, ze staan dus binnen. Ze zitten me op te wachten dat ik hem binnenkom. Ja, natuurlijk, want we willen geen problemen krijgen. Vind ik ook niet heel gek hoor. Maar hé, we zijn dus als goeds weggekomen van Garden Bomb. We moeten wel steeds uitkijken. Maar oké, laten we nu even terug naar huis rijden. Ik denk dat dat de enige optie is om te doen. Want als we thuis komen, dan winnen wij namelijk de challenge. En ja, uiteindelijk wel een heel stukje rijden. Moet ik zorgen dat niemand achter ons aankrijgt. Want ik denk dat er een twist aan deze challenge zit. Dat is nog afgevolgd gaan worden. Oké, laten we van niks aanraken. Ik denk dat het een goed idee is. Dus ja, mooi. Goed, dat doen we heel netjes. Oké. Dat ziet er goed uit. Dus tot nu toe. Oké, rode motor. Oké, dat ziet er goed uit. No. Oh nee. Ah nee. Oh, en ik heb deze challenge keihard verloren. Like, abonneer en ciao.